Mijn vrouw José heeft mij eigenlijk altijd wel gesteund. Ik heb 2 kinderen, Lotte en Jeroen, en die zijn allebei volwassen. Ik ben begonnen ooit als verpleegkundige in de psychiatrie. Ik heb in Amersfoort op de Anna Annema school gewerkt, jaren. En eigenlijk vanuit het onderwijs ben ik terechtgekomen hier op de Glind. Ik heb een gezinshuis voor de tijdelijke opvang. Dus bij mij zijn kinderen in vakanties en weekenden. Ik heb ook een gezinsbegeleider en die komt regelmatig langs. En gewoon om te kijken van hoe is het. Even sfeer proeven. Dus je bent hier niet alleen. Nee, je bent hier zeker niet alleen. Ik heb een parttime baan. Ik ben 0,6 in dienst van de zorgorganisatie. En de andere uren werk ik gewoon bij. Dus ik werk ook nog op school. De kinderen komen, ik krijg een overdracht van de gezinshuishoudens waarin staat wat voor kind het is, of die medicijnen slikt, of die in bed plast, hoe laat dat in de bed toe gaat. Informatie genoeg om met een kind aan het werk te kunnen. Crisisopvang is dat je buiten de schoolvakanties, buiten je reguliere werk, een beroep krijgt van de organisatie van wil jij dit kind opvangen. Daarin moet je ook keuzes kunnen maken. Ja, het hoort er ook bij. Ik ben gek op fietsen, ik ben heel erg op sporten. En dat is gewoon af en toe nodig, dus dan ga je gewoon even lekker fietsen. Je moet een deel van je privé willen opgeven. Je moet een deel van je leven anders willen inkleuren. Je moet het willen. Je moet het leuk vinden. Je moet ervoor gaan.